Hallo, ik ben Arjan. En ik ben Jan. Oh, goeie. En welkom. En welkom bij Tilia Craft. Aflevering, ik denk 32. Jan schiet mij vandaag even te hulp. Want ik heb namelijk een groot probleem. Ik heb niet zo heel veel tijd de laatste tijd voor Tilia Craft. En dan denk ik, als ik het doe, dan wil ik het ook goed doen. Maar nu heb ik twee projecten lopen. Dat is het ravijndorp hieronder. En het kasteel hierboven. En daarvan heb ik echt het gevoel, die moeten gewoon een keer even een beetje opschieten. Dus heb ik nu gevraagd aan Jan, joh, lijkt jou het leuk om te helpen bij een van deze projecten? En toen zei hij, gelukkig. Ja hoor, met alle plezier. En dus we gaan vandaag proberen wat met het kasteel te doen. Dan zijn we net uit de Stronghold teruggekomen en we hebben daar allemaal verschillende soorten stenen gehakt. En nou ja, Jan, laten we maar eens even naartoe gaan en kijken hoe de boel erbij ligt. Laten we het doen. En als je elke heldere idee die je hebt, is welkom. Oké. Okay. Want jongen zeg, waar ben ik aan begonnen? Dat vraag ik me ook wel eens af. Dat denk ik regelmatig hierbij. Denk, ja, als ik nou niks anders deed dan alleen maar Tilia Craft, dan was het nog best wel te overzien geweest. Maar met al die andere dingen die ik er tussendoor ook doe, kijk ik af en toe hier naar dit kasteel en denk ik, oh, daar moeten we wat mee gaan doen. Zo is het. Dus de focus nu, op dit moment, die kaart, oh, die heb ik toen neergelegd om de boel een beetje uit te lijnen, deze fakkels hier. Wat is dit dan voor kist? Oh, hier zit ook allemaal nog spullen in. Oh, hier zit nog spullen in, Jan. Oh, kijk. Ik dacht, ik heb geen gebarste blokstenen meer, maar hier zit nog genoeg in. Oké. Okay. Even kijken hoor. Ja, ik weet niet waar je bent. Ik wacht even. Nou, ik worstel even een weg naar boven. Want je had geen endeparels bij je? Nee, ik zie jou lopen dat ik denk, oh ja, parels. Maar hij komt er wel. Denk ik. Ja, ik weet niet van welke kant je erop gaat, maar... Vanaf je huis. Het uitzicht is nog steeds waanzinnig vanaf hier. Mooi. Dat dan weer wel. Verheug me er nu wel op. En ik heb hier die muren erop gezet, maar ja, het is natuurlijk allemaal, dat moet nog wel open. Er moeten nog wel misschien vensters en dat soort dingen in. Dit is misschien nog een beetje te laag, denk ik. Het is een beetje laag. Ja, nou ja, goed. Het is ook niet een heel groot kasteel op dit moment, omdat die berg ook gewoon, het is een beetje zo'n rare bergpunt, hè? Ja. Het is nogal hoog, of niet? Ja, ik ben erbij. Ik gooi van die parels omhoog. Ik heb nooit in de gaten dat het inderdaad zo'n eend is. Ja, ik heb daar niet aan. Oh, daar ben je. Ja. Kijk. Waar ben je? Ja, hier ben ik. Hier. Hallo. Kijk, het idee is dus, daar is het dorp. Hoe zou het de dorpelingen zijn eigenlijk? Zijn ze er nog? Dat hoop ik toch. Nou, vanaf hier zie ik nog niks. Nee. Maar het kan ook zijn dat ik heel ver uit de buurt ben. Hier, vanuit het dorp moet je zeg maar met een weg hier naartoe komen. Okay. Die weg vind ik wel leuk om op het laatst te doen, maar... Dan kom je vervolgens hier, ga hier zeg maar met een soepele manier, niet tot springen, kom je het kasteel in. Oké. Okay. Dan zou het natuurlijk tof zijn als hier zeg maar de troonzaal is, ja. Waarvan ik nu het gevoel heb dat die nog wat aan de lage kant is. Kan wat hoger, anders. De troonzaal. Ja. En dan hebben we hier nog twee van die zijvleugels waar we in principe ook wel wat mee kunnen doen. Of gewoon ruimtes maken of weet ik wat allemaal eigenlijk. Op de een of andere manier zie ik het nog niet zo. Nee, die troonzaal moet sowieso hoger. Dan kun je mooie kroonluchters ophangen. Anders dan hangen die zo dicht bij de grond. Dat is zo jammer. Ja, en pilaren. Maar dat is misschien te laag voor pilaren. Ja. En te klein ook, denk ik. Of wordt het gewoon één hal voor de koning, zeg maar. Eén grote hal. Of moeten het ruimtes worden? Als je er ruimtes van maakt, dan wordt het allemaal heel klein, hè? Heel compact. Dus... We zouden er ook één hal van kunnen maken, maar hoe kunnen we het dan leuk aankleden? Mm. Even naar boven, want ik zit even kijken wat hierboven is, dat weet ik echt niet meer. Het is echt al eventjes terug. Oké. Okay. Hier ben ik nog wel steeds echt tevreden over dit hele trappentoestandje hier. Oh ja, hier gaan we eruit. Oké, okay, nu zijn we hierboven. Oh ja. Met uitzicht op het balkon beneden. Dit zou natuurlijk... Kijk, mijn probleem is als dit hoger wordt, die torens zeg maar... Je moet natuurlijk wel uitsteken boven de rest van het kasteel uit aan weerszijden. Dat is wel net zo leuk, ja. En als je dit hoger maakt... Dan moet je de torens ook nog hoger. Ja, maar dan zien ze helemaal niet meer, denk ik. Mm-hmm. Ze komen nu boven de wolken uit. Ja.
zich ben ik hier met de binnenkant op zich wel aardig tevreden. Ja, hierboven moet nog wat gebeuren natuurlijk. Ja, dit is vrij hoog. Het zou natuurlijk nog een stuk hoger kunnen, dan gaat het daar niet van, maar... Vrij maf of je dat moet willen. Ja, dat, ik vind hem hoog zat zo eigenlijk. De hoogte van de toren heb ik nooit zo'n probleem mee gehad. Wacht even, als we nou hier... Ja kijk, en de eerste de beste plek waar je dan zeg maar een opening zou kunnen maken, is hier, zeg maar, naar buiten. Ja. Maar dan wordt die troonzaal wel erg hoog. Als je dat hier doet, zeg maar. Ja, dat is wel te gek. Dat is te gek. Dus... Waar komen we hier op uit dan? Oh, dat is het platje hierboven, ja. Op zich, dat is natuurlijk ook een manier, dat we het zeg maar zo hoog maken als dit gewoon hier. Zeg. Ja. En dat ik daar gewoon geen openingen maak hier naartoe. Of een trap hier naartoe, naar boven. Dat je dit zeg maar wel hoog hebt. Ja, even kijken, hoe kan ik het even uitleggen? Dat je zeg maar, dat heb ik fakkels bij me, ja. Dat je hier uitkomt en dat hier zeg maar een trap naar, misschien iets breder nog, een trap naar boven gaat, zeg maar zo. En dat dit dus, hier een muur wordt. Ja. En dan hier ook, zeg maar. En dat het dan zo hoog wordt. Zo hoog. Oké, dus waar we nu op lopen, gaat dan weg? Dan zou het een paar blokken hoger komen. Mm-hmm. En dan, waarom wil je hier een trap maken dan naar boven? Zodat je... Dat zou kunnen dat je dan hier alsnog deze opening houdt en dan hier zo naar boven gaat. Oké. Of deze gewoon als opening gebruikt. Deze uitgang, zeg maar hier. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja, dan kun je dit dichtmaken. Ja, dit dat kan ook. Ja, dan heb je een complete ruimte. Beter, want als je hem hier gaat afbakenen, zeg maar, dan hou je zo'n klein stukje ja, over. Ja, dat is wel gek smal. Ja. En dit hier aan de buitenkant, dat moet natuurlijk ook nog, maar dat moet andere kleurtjes steen moet daarop natuurlijk. Mm-hmm. Maar dit moet allemaal gewoon bloksteen worden. Oftewel, kijk, vensters en zo, en versiering en binnenkant en dingen met hout en alles. Dat kan altijd nog. Ja, dat vind ik ook nog niet zo'n groot probleem eigenlijk. Nee. Wacht even, waarom zie ik? Oh ja, hier is nog geen apart steen voor. Even kijken hoor. Ja. Dat kan altijd nog. Het gaat alleen om de basis, zeg maar, gewoon het kasteel zelf. Dat is allemaal van dat stomme steen, dus dat is wat dat betreft best wel een beetje saai zo. Dus je moet eigenlijk het een beetje visualiseren, hè? Ja. Je moet het even een beetje voor je zien. Dat is mijn probleem, dat zie ik niet zo. En dan zie ik jou en dan heb je altijd van die waanzinnige ideeën. Ik denk, nou, echt top dat je even... wil helpen hierbij. Hoe ga ik dit nou doen? Ik ga even via beneden kijken, denk ik. Want ik weet niet wat ik hier... Dat plafond moet dan weg. Hier moet dat dan weg. Even proberen hoor. Vanaf hier. Dus maar goed dat ik daar niet sta. Zo. Ja, vanaf daar. En... tot... deze kant. Hup, ook weer even naar boven. Zo. Oh, wat hak ik nu weg daar? Oh, ik hak het tweede plafondje al weg. Nee. Dat mag niet. Dat mag niet. Oké, okay. Ja. Goed, dan denk ik... dat het verstandiger was geweest dat we even een paar bedden hadden meegenomen hier naartoe. Oeh, ja. Maar goed. Ach. Ach, weet je. Dan moet je dan maar weer net aan denken. We gaan gewoon door in het donker. Dit kan ook wel weg, dit strookje. Ik heb wel redelijk goede wapens mee, dus. Wees niet bevreesd. We hebben hier een opening naar de berg, zeg maar. Maar het is wel aardig verlicht, dus ik geloof dat het wel losloopt, hoor. Ja, ik kan wel goed. Anders schiet ik te hulp met mijn flitsende zwaard. Vlammend zwaard, letterlijk. Zo, en daar ook nog. Eentje hoger, nog eentje hoger. Jip.
Ja. Oeh! Val ik bij. Nou, goed, dan heb ik het een beetje. Nou weet ik, kan ik het van boven ook even zien. Dus nu ga ik weer naar boven toe. Even kijken. Super donker buiten. Ja, nog wel. Moet ik hier wel zien te komen natuurlijk. Oké. Ga ik het hieronder even weghalen. Heb ik nog keisteen bij mij? Nee, jij dan toevallig? Keisteen bij je? Niet heel erg toevallig, ik heb er wel 5 bij me. Oh, dat is net genoeg. Goed is. Ja, nog niet hoor. Alsjeblieft. Yes, thank you. Ik heb het weer. En nog een keer. Alright. Thank you. Alsjeblieft. Even zien, wat is het, hoe is het nou bedacht dan? Zo denk ik. Oh, dat is niet genoeg denk ik. Maar goed, het volstaat wel eventjes. Wordt het even een stukje hoger hier binnen. En dan de buitenkant. Ja. Eerst dacht ik, weet je wat, ik doe alleen de buitenkant en dan de binnenkant zie ik daarna wel. Ja. Is de buitenkant maar eens hebben staan. Ik denk, ja, toch gaat het een beetje samen op eigenlijk. Ja, het moet wel. Oh, niet een gat daar maken. Maar de buitenkant wil ik dus echt aankleden met allemaal van die verschillende stenen. Dat die echt een verweerd aan de buitenkant is. Mm-hmm. Dus mossig en gebarsten en gewoon. Dus deze de telkens ook echt voor een heel groot deel, zeg maar, dubbele muren. Ja. Aan de binnenkant hoeft dat natuurlijk niet. Aan de binnenkant kan het gewoon bloksteen zijn. Dat scheelt ook een hoop materiaal, moet ik zeggen. Ja, echt wel. Echt wel. Echt wel. Er zit hier zo'n dikke rand in. Is dat de bedoeling? Ik denk het niet. Nee, dat denk ik niet. Die gaan we eruit halen dus. Oké. Okay. Ja, dat gaat er meer op lijken zo. Zo, dat zit hier dicht. Kijk. Dan heb ik nog steeds geen parels. Moet ik even zien hoe ik hieruit kom. Beneden barst het van de stenen. Mooi. Echt, wat begon ik aan, dacht ik. Ik denk, ah, joh, bouw er even een kasteel, weet je wel. Dat nooit gedaan, lijkt me. Ja. Nou, toen je begon met de omtrek maken, toen had ik al zoiets van, nee, dat wordt een bouwwerk. Ja, nou ja, ik had het gevoel dat het meeviel, maar... Mm-hmm. Nogal. Ik heb daar duidelijk niet zo'n kijk op. Ah, op zich. Als het één keer af is, Arjan, dan heb je ook wat staan. Hè? Ja, wat ga ik er dan mee doen? Dat is een volgende vraag. Maar goed, dat is voor later zorg. Dan staat er in ieder geval wel wat. Ik vind het sowieso wel leuk om te zien van een afstandje. Ja, daarom. Maar ja, goed. Die binnenkant is ook wel leuk natuurlijk om wat mee te gaan doen. Uiteindelijk. Oké, hier moet nog even... Ik heb geen keisteen meer. Nee, heb ik niet meer. Nou ja, goed. Volgende keer. Ik heb ook tralies nodig trouwens om het even dicht te maken. Trouwens, maar, hier nog 4. Maar, ja, dat ziet er ook niet uit, joh, die vensters erboven. Hoewel, nee, toch niet. Nee. Ja, nee. Wat is nou, ja of nee? Nee. Pak eens even door, jongen. Ik wil ook dit even weghalen, zo. Even kijken. Zo. Ja. En, doe ik hetzelfde even aan die kant. Probeer het, als ik dat niet doe, dan raak ik op een gegeven moment zo de symmetrie kwijt. Oh ja. Ik heb een leuk idee. Shoot. Ik heb nog heel wat van die lapisblokken. Dat hele mooie blauwe, dat diep blauwe. Dat staat natuurlijk wel heel koninklijk, hè? Of ben ik dan weer met de afwerking bezig? Ja, je bent een beetje met de afwerking bezig, maar ik vind het niet erg. Want dat is inderdaad wel, je hebt wel gelijk, ja. Ja. Alleen ik zit eventjes met... ja, het is donker, dat is een beetje lastig. Maar... Dit als één ruimte, is dat, ja, dat is wel... Dat is veel kolossaal, hè? Als, ja. als je hier nou iets met bogen maakt zo, dat je het niet helemaal afsluit, zeg maar, maar dat je een boog hebt van, nou, ik noem wat, een soort, ja, hoe zeg ik dat, een
Ja, zoiets. Ongeveer, wat zal het zijn, 5, 6. Nou, hier zou je wel wat met pilaren kunnen doen, toch? Een beetje zo aan deze kant. Zeg maar hier. En een beetje van die gotische bogen maken, of ja. Dat denk ik en even hier dan, kijk eens. Want ik heb deze lijst moet je misschien maar even vergeten ook gewoon. Ja. Maar hier kom je het kasteel in. Kijk, ik ben even een beetje op mijn hoed hoor, want ja, hier loopt alweer zo'n rakker. Oh, die zijn gevaarlijk, hè? Oh, die stond naast je. Oh, dat had ik dan niet eens gezien. Anywho. goed. Vooruit. Kijk, dan kom je er hierin. Ja. Het is wel echt, het gebeurt echt aan de andere kant, hè, qua looks, zeg maar, op dit moment. Dus dit is niet, zeg maar, een heel indrukwekkende opening. Tenzij we hier een of andere boog, zeg maar, schuin af kunnen laten lopen hier naar beneden. Zeg maar, dat je hier, als het ware, een soort van poort instapt. Ja. Ja, of zie ik dat nou niet goed? Die, zeg maar, doorloopt naar boven schuin. Hij moet wel heel schuin naar boven lopen, zie ik. Ik probeer me dat voor te stellen, maar ik weet niet of dat mooi is. Nee. Dat weet ik ook niet. Een soort van sassenpoort, zeg maar. En dan schuin omhoog. Het is al lang geleden dat ik dat deel een stuk van Zwolle ben geweest, maar inderdaad. Ja, kijk, misschien wel. Ik denk altijd hardop, hoor. Dus. Ja, nou, maar als je, misschien kunnen hier wat twee kleine torentjes op doen, zeg maar. Hier, opening, een soort poort met twee. Oh ja, dat is ook leuk. Met twee torentjes aan weerszijden. Gewoon kleine. Een soort wachttorentjes. Met de kant even erop. Doorheen loopt, ja, waar je dan doorheen loopt en dan. Ja. Dan schuin hier naartoe. Ik ga op het dak staan. Ik wil van het dak even naar beneden kijken. Ik vind die fakkels, het is net alsof ik een of andere gekke tempel inloop. Die fakkels op de grond zo. Of een landingsbaan voor een. voor een vliegtuig. Voor een watervliegtuig. Voor een watervliegtuig. Ja. Een kleintje. Ja. Alright, hier zijn we dan. De zonnetje komt op in de verte, zie ik. Mooi. Er komen wat grommen in de buurt. Ja, ik ook. Even kijken of het achter mij is toevallig. Nee, die stond al voor mij. Die wilde mij de reden. Oké, ik ben nu hierboven. Maar de buitenkant hier, er komt nog een laag ander steen op natuurlijk. Uh-huh. En wat ik dus wil doen, is net zoals aan die ene toren, zeg maar, aan de andere kant, is mossig bloksteen, gewoon bloksteen en gebarsten bloksteen gebruiken. Ja. En dan vensters die omlijsten met keisteen. Dat steekt dan wel leuk af, zeg maar. Erom. Ja, ja. Maar hoe zou dat dan vanaf hier naar beneden gaan lopen, dat het wel een beetje cool wordt, zeg maar? Ik heb het gevoel alsof hier ook nog wat moet gebeuren, qua torens, of qua... Aan de voorkant, aan deze kant. Aan deze kant, ja. Mm-hmm. Het is natuurlijk belangrijk dat het daar in de vallei cool eruit ziet. En vanaf hier, ja, is het ook wel goed dat het er maar uitziet, maar... Als je vanuit het dorp komt, moet het in elk geval ook heel indrukwekkend zijn. Minstens een beetje imposant. Als ik nou eens even een trap ga maken, schuin naar beneden. Heb ik hier een werkbank staan? Nee, natuurlijk heb ik hier een werkbank staan. Het is hier zo af, het is hier zo onaf, hè, aan deze kant. Ja. Dat is mijn groot probleem. Ik heb hier al veel vaker gestaan, hoor. Dat ik naar binnen en naar buiten liep. Mm-hmm. Hallo, neem me op. Maar het is weer heel kolossaal inderdaad, de grote vlakte. Even kijken. Ik zie dit wel als één grote ruimte hoor, de hal, zeg maar. Jawel, hè? Een beetje Scandinavisch, gewoon zo'n hal van de koning. Nou, je zou Paul even kunnen bellen. Ik roep hem er even bij in. Dan zit ik op mijn draagbare aluminium computer. Even kijken hoe dat ook weer ging. Skippen. Ja, hier moet eigenlijk. Eigenlijk zou je ook iets van een toren moeten. Oh, maar dat is me toch een klus, jongen.
Hé, hey, je bent er al begonnen. Even kijken. Even een sloop biertjes op, nou. Oh, ik heb wat naast me liggen, dus dat komt helemaal goed. Voeg contact toe? Nee. Oh, oh, oh. Goed, ik ga stenen maken, want ik weet even niet. Ik ga gewoon even trapjes maken. Trapjes. Ik ben even aan het uitvinden. Oh, ik ben even aan. Keisteen bij me. Ik moet even naar huis, trapjes halen. Ja, ik ga even proberen Paul erbij te krijgen. De... Hoppakee. De terugweg gaat een stuk sneller dan de heenweg. Trappies naar beneden. Gaan we toch ineens snel hier? Even wat keisteen meenemen. En dan gaan we weer. Ik ben er even uit hoor. Ik zie het. Ik ben er zo weer. Die moet ik hebben. Conversatie. Voeg personen toe, hè? Dat is lastig dit hoor. Skype, hè? Ja man. Ach man, wat een ellende. Dat is niet mijn ding. Voeg toe. Oh, zo. Schiet me daar in één keer in beeld. Ja, die rare man. En daar gaan we weer. Dag Paul. Paul? Niet? Geen Paul. Nee, stak op het dak, dat was niet de bedoeling. Nee, dit is ook niet mooi, die dappelt daar weg. Denk ik. Goeden. Avond. Hey, Paul. Hallo. Kerel. Hallo. Wij zijn hier met een project bezig, jongen. Ik moet heel veel één deur dicht doen, hoor. Eens... Ja, trapjes ging maken. En daar wilde ik iets mee gaan proberen van bovenaan. Zo, vertel me er alles over. Het kasteel. Bij mijn huis. Weet je welke kasteel dat ik het nu over heb? Ja. Nou, dat kasteel, dat krijg ik maar niet van de grond, zeg maar. Ja, het staat wel op de grond. Het staat wel van de grond af. Maar ik krijg het niet verder af, want ik zie het niet helemaal, zeg maar. Dus, Jan is zo vriendelijk om mij... Nee, heb ik geen hout bij me. Ik ben ook een sukkel. Om even te helpen. Om hier te kijken of we er wat van kunnen maken. Ja. Vooral de buitenkant, zeg maar. Het is vooral één groot grijs verhaal. Maar het is de aankleding, dat is twee later zorg. Het gaat eerst eventjes om... Gewoon dit, omdat het kasteel zelf, zeg maar. Juist. En, constructie. Ja. En daar helpt hij dus nu even mee. En daar zijn we dus nu mee aan het... We zijn er even over aan het babbelen. Wat kunnen we ervan maken, zeg maar. Oké. Dus als je zegt van, goh, ik heb zin om daarover mee te denken, dan ben je welkom om, om hier bij ons te voegen. Ik kom met mijn schetsblok onder de arm die kant op. Oh, leuk. Dat komt er helemaal goed. Even kijken. Werkbankie. Hé, moet ik toch wat meenemen dan? Een goed humeur lijkt me goed. Oh. En gezond verstand, denk ik. En dat ben ik vergeten. Verstand, ja. Dat wordt nu iets moeilijker, maar ik ga mijn best. Want je hebt een sloot biertjes op, maar een knieshoor die daarop let. Precies, zo is het. Ik verwacht dat het wel goed komt. Even kijken hoor. Ah, oké. Die paneltjes bij me, dus ik kan. Goh. Slim. Kijk, zie je wel, even gezond verstand erbij. Hè? Dat had ik dus niet, hè? Waarom maak ik trouwens nu keistenen trapjes? Ik ben echt zo'n sukkel. Ik heb geen idee. Moest jij blokstenen trapjes hebben? Ja, hoor, dat wilde ik eigenlijk. Nou goed, het gaat even om het idee. Dan maar keistenen even. Dat vervangen we straks wel weer. Ah, ik sta op de toren. Waar moet ik heen? Op de toren, dan bij Alfij Hoofd. Ah, hey, daar ben je. Kies een plek waarvan je zegt, hé, hier weet ik, hier heb ik een idee voor. Dat is namelijk even nu de issue hier. Maar heb jij ergens kisten staan waar iets in zit? Hier beneden staat een kist met spul. Hoe ga ik dit nou doen? Even hier, zeg maar zo. Oh, jongens. Ik heb op een of andere manier heel erg lijk. Dus ik ga er even uit. Ik weet niet wat ik hier nou van plan was, maar ik vind nu al een onhandig idee. Het ziet er fantastisch uit.
Hey, waar zit die kist ergens? Want ik zie hem niet. Midden in de zaal, oh, zeg maar. Er zitten wat stenen in en wat rommel. Oh, top. Wat doe ik nou toch? Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar goed, doe maar. Ik doe wel alsof ik het weet. Hop. Hey, weet je wat mij bijvoorbeeld heel tof lijkt? Omdat hier staat zeg maar een soort van... Oh ja, ik moet even zeggen wat het idee is trouwens. Daar waar jij staat nu, zeg maar. Daar, het is de bedoeling dat er een weg komt vanuit het dorp beneden hier naartoe. En dat je zeg maar dan hier het kasteel in loopt. Juist. Oh, dat vind ik wel leuk. Dat was in eerste instantie het idee. Maar dan moet ik hier zeg maar een vet entree hebben voor die zaal. En die zaal is nu vrij groot. En ik heb gekeken naar eerst een idee om daar ruimtes van te maken. Maar hij is te klein om hem in ruimtes op te delen. Mm. Dus eigenlijk wordt het gewoon waarschijnlijk één grote hal van de koning. Maar het is in ieder geval de bedoeling dat we vanaf dat dorp zeg maar daar kunnen komen. Juist. Ik doe het onbenullig. Maar goed, doe maar. Het is een manier. Tuurlijk, was dit niet de bedoeling. Waarom gaat het nou niet? Hey. Dit is helemaal afgezegd zo. Oh, zo. Okay. Nee, gewoon. Als je het zo van onder bekijkt, is het heel raar zoals jij in de lucht zweeft. Wie zweeft er in de lucht? Jij? Ik? Maar ik zit in de lucht. Met shift? Oh, ik heb shift erin te drukken. Ja, natuurlijk zo op die manier. Ja, ja. Dan sta je een beetje oud, Paul. Het bos gewoon tegen me op. Oh, echt? Oh, ja, je zit gewoon door me heen. Ja, ik ben niet de Bob vanavond. Je negeerde mij gewoon. Nou, ik zei. Oké. Ik heb op een of andere manier ontzettend veel last van hikjes. Van hikjes? Ja. Oh, lag bedoel je? Ja, die bedoel ik. De server geeft aan 0,0% lag te hebben. Nee, dat geloof ik. Want ik had dat net ook niet, maar toen Paul erbij kwam... Ik geef je nergens de schuld van hoor, maar... Je suggereert alleen wat. Nee. ik vind het gewoon raar. Oké, dus zelfs met trapjes komt dat een beetje ver uit, maar goed. Hè. Oh, ik zie al hoe het komt. Ik heb Minecraft 2 keer gestart. Ja, dat wil natuurlijk niet. Erg ambitieus. Wat raar, joh. Ja. Ik dacht, ik ga voor 2 werken vandaag. Ja, ja, ik denk dubbel op. Hop. Oh, dit gaat fijn. Oké. Okay. Ik weet niet hoor, ik zo onbenullige manier. Ik kan me herinneren dat ik met Wilfred een keer in een Nether een brug heb gebouwd. En ik weet ook niet meer hoe die daar op de grond heb gekregen uiteindelijk, maar dat is me wel gelukt. En ik ben net zo onbenullig bezig als toen. Ik vind het wel dapper. Ja, maar ik weet nog niet helemaal waar ik naartoe ga, maar het is eventjes... ik wil even kijken waar ik uitkom, zeg maar. Nou, ik zit er ook eens te bekijken hoe jij dat... Dit is ook niet helemaal de bedoeling. Man, ik ga het klooien. Kom, deze kant op. Ja. Nee. Zo. Maar het probleem is, Paul... Ik was begonnen met dat ik zoveel projecten doe, zeg maar, op dit moment. Dat het wel eens even goed is om er even eentje... Af te maken. Een boost te geven, zeg maar, ja. En aangezien ik niet zo heel veel tijd heb voor Tiliacraft, omdat ik zoveel andere leuke dingen aan het doen ben. Dacht ik, ja, het is wel even misschien goed om dan, als ik het doe, even door te pakken, zeg maar. Ah, heel slim. En toen wou Jan mij daar wel mee helpen, daar ben ik erg blij mee. Erg blij! Want die babbelt toch een eind weg elke keer. Ik was er ook heel blij mee. Ah, is wel een lekkere ontspanning, toch? Ik had hem zelfs 3 keer gestart. Hey, maar neem je ook op? Ik neem op. Dus pas op wat je zegt, hè. Precies. Ja, mijn vakjargon, als het om bouwen gaat, dat is echt... Oh ja, dat is echt technisch. Oh, waarschijnlijk ook technisch voor mij dan. Even kijken hoe het eruit ziet. Ik dacht, ik ga het eerst maken en dan ga ik nou kijken hoe het eruit ziet. Ik geloof niet dat het eruit ziet. Het ziet er ook heel donker uit. Nee, dit is raar. Ja, wacht. Dat is op zijn zachtst gezegd, denk ik wel. Ja, ja, wel van keisteen. Maar stel nou dat het hout is. Dan nog. En dan niet misschien dit materiaal, maar bijvoorbeeld hekjes of zo. Dat het een soort van kabelachtig iets wordt. Ja, dan nog. Gigantische kabeltrui. een enorme grote kabeltrui. Het leven is een kabeltrui.
Ja, ja, als het zeg maar iets van, als het zeg maar een soort van touw, maar er staat nergens op een touw in het kasteel. Nee, goed. Dus. Maar één voordeel. Er zit ook een voordeel aan. Weet je wat het voordeel is? Zo komen we wel boven, makkelijk. Ik heb zo naar boven. Haha. Nou, we zouden het ook gewoon even een stijger kunnen noemen. Een soort tijdelijke werkstijger, zeg maar. Dat is wel, oh ja, dat loopt lekker. Lekker, hè? Domme erin, mooi, hè? Oh. Ja. Oh, Enderman. Oh, niet kijken. Dat is weg, Enderman.